Het is al de derde keer dat Dordrecht een groot shorttrack evenement mag organiseren. Vorig jaar nog het EK en nu dus de World Cup finale. Een teken dat de Dordtse ijsmeester Erik Stokholm goed bezig is. We zijn heel tevreden over onze ijsvloer. We hebben nog hele dikke complimenten gehad van de Amerikanen bij het begin van de trainingen. Dat de ijsvloer echt als een biljartlaak is. Daar zijn we heel trots op. Wat is uw geheim? Wij zorgen dat het ijs dat we maken dat helemaal top is, dat het schoon is. En zorgen dat de temperaturen gewoon goed zijn. En we behandelen het ook met liefde. Het ijs. Dit is een ijsmeester met liefde voor wat hij doet. Ja, absoluut. Het is echt een passie. Als je geen passie hebt, dan kan je nooit dit soort werk doen. Bij het organiseren van zo'n evenement zijn uiteraard veel vrijwilligers nodig. Hiervoor worden ook de schaatsers van de toekomst ingezet. Ik schaats op dit moment in de Nederlandse top en ik heb ook al WK junioren gereden. Dus ik denk wel redelijk in de top. Ik zit bij het RTC te Dordrecht en ik zit bij de Nederlandse top in mijn leeftijdscategorie. En om bij de Europese top te komen moet ik nog een paar jaartjes. En dit weekend vrijwilliger, hè? Ja, dat klopt. Blokkenlegger en allebei mascotte. Hoe leuk is het dat die World Cup Short Track dan hier is, in je eigen stad? Ja, het is fantastisch. Je komt natuurlijk de wereldtoppers tegen op je eigen ijsbaan. Dordrecht en Short Track gaan goed samen. De schaatsers zijn erg te spreken over het ijs en de sfeer. En de tribunes zitten het hele weekend vol. Toch wordt er volgend jaar bij het wereldkampioenschap uitgeweken naar Ahoy Rotterdam. Helaas merk je wel, helaas zou ik bijna zeggen, dat de sport zo snel groeit. Dat we nu dus al zitten te kijken naar een capaciteit van de capaciteit die Ahoy, zoveel mensen die we daar kwijt kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat we Dordrecht vergeten. Ik kan me heel goed voorstellen dat we op termijn echt nog wel hier terug gaan komen.